Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname gaat niet alleen voor klassieke samenwerking met bevriende naties. Zorgsector maakt moeilijke tijden door. Gezamenlijke aanpak bij grenskwestie Suriname en Frans-Guyana. Medisch directeur Gopi Singh wijst op belang vaccineren. En help je lichaam vechten tegen COVID-19. President Chandrika Prasad Santokhi zal op zaterdag 18 september 2021 de 6e summit van de CELAC, Community of Latin American and Caribbean States, bijwonen in Mexico. Dat is een staatshoofdenconferentie van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Daarnaast staat op schema een bilateraal gesprek met president Andrés Manuel López Obrador van Mexico. De diplomatieke banden met Mexico zullen versterkt worden en er zal oprecht gekeken worden hoe Suriname en Mexico collectief kunnen werken op het gebied van investeringen, handel, uitwisseling van kennis en capaciteitsversterking. U hoort president Chandrika Prasad Santokhi kort voor zijn vertrek. Gehouden gaan worden in Mexico. Alles is virtueel geweest. Verenigde Naties hetzelfde. Is virtueel geweest. Dus nu komen de mensen voor de eerste keer fysiek bij elkaar in Mexico in CELAC verband. Dat is de organisatie van Latijns-Amerika, Caribische regio. Grote organisatie. En daar zijn er heel wat uitdagingen. Enerzijds die regionale integratie. Die we allemaal willen. We willen allemaal namelijk, zoals ik dat altijd zeg, als je een bedrijf opent in Suriname of als je investeert in Suriname, is het niet voor 550.000 mensen, maar het is voor 700 miljoen plus mensen, de hele markt. Dat is de filosofie. Maar er zijn nog veel barrières. Wat bijgekomen is, is namelijk COVID, die gezorgd had dat alles weer teruggegaan is, bijna in tijd. Alles stil lag. En dat moeten we nu oppakken. Een post-COVID-periode. Waar we zeker rekening moeten houden. Dat er heel wat zaken heel versneld gaan plaatsvinden. Wat zal in ieder geval het internationaal beleid zijn met betrekking tot COVID? We zien die discussie al komen binnen CARICOM. Het gaat nu naar Latijns-Amerika. Het gaat naar de Verenigde Naties. We gaan een nieuwe tijdperk. En je gaat merken, er gaan harde beslissingen genomen worden door de wereld. Waar wij soms als kleine landen misschien onvoldoende begrip van hebben. Maar dat is die nieuwe wereld nu. Die COVID gecreëerd heeft. Waar we volksgezondheid de boventoon gaat voeren. In alles wat je wil gaan doen. Alles wat je wil gaan ondernemen. Dus voor CELAC is het meer... De mogelijkheden die we hebben in Zuid-Amerika, Caribisch gebied, optimaal te gebruiken. Waarbij Mexico het gastland is. We hebben ook een bilateraal gesprek met de president van Mexico. De mogelijkheden bekijken, bespreken tegen de achtergrond van COVID. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Waarbij één land meer mogelijkheden zal hebben dan het ander. Maar we moeten kijken naar wat zijn de mogelijkheden op het gebied van investeringen, op het gebied van handel, op het gebied van training, op het gebied van samenwerking tussen die verschillende sectoren zoals we dat gedaan hebben met Guyana, met Nederland, dat we dat ook doen met Mexico. En barrières weghalen. Barrières weghalen ook in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Maar daar waar er issues zijn, die zullen er zijn. Zoals Cuba gaat altijd een issue zijn. Waar je solidariteit moet tonen. Venezuela zal altijd een issue zijn. Waar problemen aangepakt moeten worden op thuisfront.
Directeur Rakesh Gayadar Sukul van Volksgezondheid heeft tijdens een op 16 september 2021 gehouden COVID-19 persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie in ons land is. De zorgsector maakt moeilijke tijden door vanwege de verergerde toestand. De vierde coronagolf legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van de ziekenhuizen. Laat u zich vaccineren en bevrijd ons van deze misère, luidt de emotionele oproep van de functionaris. Een van de verbeterpunten is om sneltesten in te zetten, want een PCR-resultaat die laat langer op zich wachten. En de communicatie met de samenleving, die hebben we nu op een regelmatige basis opgepakt. En verder werken we aan op alle fronten verbetering. Ons doel is om zoveel als mogelijk levens te redden. Maar jullie hebben het gehoord, we hebben beperkte capaciteit in de ziekenhuizen. We hebben beperkte HR. Onze zorgmedewerkers die zijn compleet uitgewerkt. Ze zijn moe. En dat komt doordat er vele opnames zijn, vooral COVID-patiënten. En zoals u ziet in de beelden, in de grafieken, dan zijn het merendeel de mensen die niet gevaccineerd zijn. Voornamelijk de mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus wilt u de samenleving helpen, dan moet u ervoor zorgen dat u niet in het ziekenhuis belandt. Hoe doet u dat? Ervoor te zorgen dat u zich laat vaccineren. Want dan hebt u bescherming waardoor u de kans dat u op de IC terechtkomt of in het ziekenhuis terechtkomt verkleint. Om een illustratie te geven, als er 10.000 mensen ergens tegelijkertijd zijn en allemaal zijn niet gevaccineerd en ze hebben allemaal tegelijkertijd COVID opgelopen, dan gaan er 500 IC-behoeftig zijn. Hoeveel IC-bedden hebben we hier in het land? En dan heb ik het hier over een aantal van 10.000 mensen. Als dezelfde 10.000 mensen volledig gevaccineerd zijn en ze krijgen allemaal tegelijkertijd COVID, dan zou je 25 mensen hebben die in de IC zou moeten belanden. En dan heb je waarschijnlijk net genoeg IC-capaciteit om die mensen te redden. Want als je 500 mensen hebt, sommigen hebben wat hulp nodig, wat specialistisch zorg nodig om hun levens te redden. Ze konden gered worden, maar omdat de capaciteit er niet is om ze op te vangen, gaan ze niet gered kunnen worden. En die capaciteit kunnen wij beïnvloeden. En dat doen we door ons te beschermen. Dus ik wil een ieder vragen om zich te laten beschermen. Als je klachten hebt, ga liever swabben. Want dan willen we jou nog geen prikje geven. Als je al hersteld bent, dan adviseren we je om na 4 weken en voor 6 maanden nog voor een prikje te gaan. Dan ben je volledig gevaccineerd. En als je na 6 maanden gaat van je positieve test, dan moet je alsnog 2 prikken. Want we hebben 4 vaccins hier waarbij voor alle 4 er 2 doses nodig zijn, willen je jezelf volledig gevaccineerd noemen. Dus mijn boodschap is nogmaals, laat u zich vaccineren en bevrij onze samenleving van de misère hier. Het ligt aan u hoe lang we hier in deze misère blijven. Echt, u moet ons helpen. U bent deel van de samenleving en wij als samenleving moeten elkaar nu echt motiveren. Laten we de bescherming nemen. We stevenen echt op een ramp af als we kijken naar de cijfers. Zulke hoge cijfers hebben we nooit gehad. Dus laat u zich vaccineren. Suriname en Frans-Guyana hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te brengen in de kwestie van de Zuidoost-Driehoek. Ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grenscommissie, zegt dat het in deze fase van het vaststellen van de grens gaat om het zogenaamde betwistgebied dat ligt tussen de Litani-rivier en Marowini-kreek.
De Fransen gaan ervan uit dat grens in dat gebied bepaald wordt door de Litani-rivier, terwijl Suriname ervan uitgaat dat de grens wordt bepaald door de Marowini-kriek. Jarenlang is dit betwist gebied gebleven. In opdracht van de president moeten wij proberen een oplossing ervoor te vinden. We zijn in overleg met de Fransen. Luistert u mee. Ja, wij gaan morgen op Oria op bezoek in het grensgebied. En daar kunnen we straks even meer daarover vertellen. Maar laat me eerst het kader aangeven. En ik ben voorzitter van de Nationale Grenscommissie sinds 2013. En we dealden met alle grenzen van Suriname. We hebben gedeeld met de maritieme grens, met de grens in zee tussen Suriname en Frans-Guyana. We zijn in gesprek over de grens in het zuidwesten van Suriname met Guyana, het zogenaamd Tigrigebied. Wij hebben gedeeld met de grens in de Marowijnen en de Marowini. En we hebben nog op het programma staan de grens met Barbados en de grens in het zuidoosten met Frans-Guyana. Nou, de grens in zee tussen Suriname en Frans-Guyana is reeds vastgelegd. Dat hebben we onderhandeld met de Fransen en we hebben het duidelijk kunnen vastleggen. Er was geen grens daar, maar daar is een grens gekomen in zee. In 2018, vanaf 2018, hebben we onderhandeld met de Fransen over de grens in de Marowijnen en de Lawa. Zoals u weet zijn de Marowijnen en de Lawa-rivier grensrivieren. De Corantijn is een Surinaamse rivier. De Marowijnen en Litani zijn beide internationale rivieren, want het is een grensrivier. Dus zowel Frans-Guyana, Frankrijk, als Suriname hebben recht op die rivier. Bij de Corantijn is het Surinaamse rivier. Nou, die grens in de Marowijnen en Lawa is vastgelegd. Dat is, de overeenkomst is getekend op 15 maart 2021 in Parijs. Nu is de rest moeten we nog bekijken. En de rest is het zuidoostelijk gedeelte. En dat is het zogenaamde, we noemen dat zogenaamde betwiste gebied. Tussen de Litani-rivier en de Marowini. We zijn met de Fransen in gesprek. We hebben een vergadering gehad, twee vergaderingen. En de bedoeling is dat wij morgenochtend een bezoek brengen aan dat gebied. We gaan met de Fransen gaan we naar dat gebied toe. Sunita Nananpandey Gopisingh, medisch directeur van het Slans Hospitaal, tevens voorzitter, stuurgroep COVID-communicatie, wijst op het belang van vaccineren. Zij heeft met behulp van grafieken en tabellen meer inzicht verschaft over medisch-technische data en feitelijkheden tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 16 september 2021. Het grootste deel van de mensen die opgenomen moeten worden betreft niet-gevaccineerden. Dit accentueert het belang van vaccineren. Wij brengen u het volgende verslag. Een van de flyers die we tot nu toe hebben ontworpen. Nog eentje. Dit is een mooi plaatje. De bron van de meeste plaatjes die u hier ziet, dat is het NCT, het Nationaal Coördinatieteam Vaccinatie. En daarvoor heel veel dank, omdat zij heel geregeld alle zaken rondom vaccinatie op een rijtje zetten. En dan ziet u dus inderdaad, even kijken, totaal percentage aan gevaccineerden, volledig gevaccineerden. We zitten net onder die 33%.
En u kunt al raden dat dat natuurlijk nog veel te weinig is. De doelgroep, even kijken hoor. Oeps, ja. De doelgroep uit de totale populatie is dus die 480.000 en daaruit worden die percentages berekend. Gedeeltelijk gevaccineerd zitten we dan op 44,6. Ja, dus als jullie de berichtgevingen vanuit het Wereldnieuws volgen, dan weten we dat we minimaal 60-70%, maar het liefst 80, tussen 80-90% moeten halen om dat virus te verzwakken, zodanig af te zwakken, dat het ons niet meer op deze manier teistert. Dit is dan ten aanzien van vaccinaties. U ziet, we hebben 4 soorten. AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm. Er is keus uit 4 vaccinaties. Alle 4 vaccinaties hebben hun bijzonderheden, hebben hun bijwerkingen, maar ze zijn allemaal veilig getest en goed bruikbaar, goed beschermend tegen het COVID-19-virus met zijn varianten. Dit plaatje zegt ook al heel veel. Want er wordt steeds gevraagd, ja, maar die mensen die opgenomen zijn, hoe zit het met die? Nou, rood, dat zijn de niet gevaccineerden. Rood op rood, niet gevaccineerd, 87,3% van alle mensen die opgenomen zijn nu in de ziekenhuizen. Wie zijn er dan wel gevaccineerd? Rood plus groen. Geel plus groen, waarvan het gele gedeelte gedeeltelijk gevaccineerd, oftewel 1 prikje heeft gehad. U ziet dat het stukje van groen ook kleiner is. Dat wil zeggen dat er een kleiner aantal aan volledig gevaccineerde patiënten zich nu in de ziekenhuizen bevindt. Ik hoop echt dat dit duidelijk maakt wat het effect van vaccinatie is. Want er wordt ook beweerd dat door het vaccineren mensen ziek worden en daarom opgenomen worden. Maar hieruit kan je duidelijk zien dat juist het grootste aandeel van ziekte bij de niet-gevaccineerden ligt. Doe alles wat mogelijk is om je lichaam te helpen vechten tegen COVID-19. Dit belangrijkste advies geeft dokter Diana Xiangyong-Xu de COVID-19-patiënten mee tijdens de persconferentie van donderdag 16 september 2021 betreffende de COVID-19-situatie in Suriname. Zij is lid van het thuisisolatieteam en is belast met de monitoring van deze groep COVID-patiënten. Nadat iemand de COVID-test gedaan heeft, dient de persoon direct naar huis te gaan en zich af te zonderen van anderen. Het advies is nog altijd volgens haar direct naar huis te gaan om ervoor te zorgen dat anderen niet in gevaar worden gebracht. Eenmaal thuis dienen mensen binnenshuis zich te houden aan de regels van Mohana. Mondkap op, handen wassen en hou afstand. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.